Ik ben benieuwd hoe je hier naar kijkt. Want, want, een beetje bedoel. Uh, hoe oud ben je nou? 35. 35, ja. Hoe ik het dus zie, zeg maar, als je dus jong bent of klein bent. Hè, dus uh, de eerste, nou ja, misschien wel 25 tot 35 jaar van je leven. Ben je eigenlijk heel veel over jezelf aan het uitvinden. En bij het nadenken van: oké, okay, eigenlijk kom je er heel. Eigenlijk is dat de fase wa waarin je gaat zien wat je allemaal niet wilt of hoe je het niet wilt. En dat doe je vaak door heel veel te testen en erachter te komen dat je het niet wilt en dan krijg je die ja. burn-out en dan bijt te dik en dan heb je twintig verkeerde relaties gehad, maar dan heb je de, 21ste is wel de juiste, dan heb je vijf businesses verbrand, dan ben je drie keer vier gegaan ja. en dan heb je, de, de vierde is datgene wat hoe het wel moet, dan heb je heel veel dingen, heb je ja tegen gezegd totdat je jezelf hebt leren kennen en dan weet je waar je wel goed in bent en dan leer je nee zeggen. Ja. Um, waar ik gewoon benieuwd naar ben... Ik, ik ben benieuwd of jij het ook zo ziet. En of je dit ook al als je twintig bent of zo kan beseffen. En, want, want je moet echt wel vooruit in de tijd zijn. Als persoon zijnde wil je dit al... Ja, laten we zeggen onder de dertig goed snappen. En ook toepassen in je leven. Ja. ja. Ik denk dat hoe eerder je je realiseert... Dat al die dingen die je wil bereiken maar een verhaal zijn. Hoe eerder je een vrij leven kunt gaan leiden. En ik zie ook... Ik heb het idee dat ik zie, een trend, maar misschien is dat mijn eigen bubbel, van steeds jongere mensen die dat doen. Er komen steeds jongere mensen naar mijn workshops over deze onderwerpen. En ik denk dat dit, dat verhaal, dat inzicht, dat ligt er al veel eerder. Dat er eigenlijk generaties nu ontstaan van, van jonge mensen die niet meer met de belofte van de maatschappij en van het bereiken opge opgroeien, maar die opgroeien met de vraag. Uh, wat wil je eigenlijk? En dan is er dan ook een heel groot deel van die generatie. die, die hoort alleen maar. wat wil je eigenlijk? Mm. En zorgt ervoor dat je krijgt wat je wil. En dat zijn een beetje de zachte eitjes van de, van de nieuwe generatie. Mm. die niet leren van ja, wat wil je eigenlijk? Maar je moet er ook wel echt wat voor gaan doen. Ja. Ja, aan jezelf werken. En het is ja. die, die combinatie van je afvragen. wat is mijn waarheid? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik doen in het leven? Maar tegelijkertijd niet gaan zitten wachten tot het leven dat aan jou geeft. En te gaan ja. zeggen: van ja, ik ga daar zelf voor. Ja. En ik. ik ik vind het mooi om in ieder geval, uh, ja, ik zou graag willen geloven, en ik, ik, ik heb het idee dat ik dat ook wel zie. Dat het dus ja, mensen steeds jonger dat inzicht kunnen hebben zonder die hele trial and error die je net helemaal ja. omschrijft. Ja, 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 ja. En zonder eerst tegen een muur aan te lopen. Ja. En ik werk voornamelijk met mensen, of eigenlijk alleen maar met mensen, die meer in de performance laag zitten. En ik werk eigenlijk niet met, met mensen die eruit liggen. Ik werk eigenlijk nooit met mensen die midden in een burn-out zitten of midden in een depressie. Ik, ik werk met mensen die al aan het opkrabbelen zijn en die al hebben gezien van hé, hey, er is een horizon. Daar kan ik naartoe. Mm. En die dan ja, uh, eigenlijk alles eraan willen doen om, om, ja. om te gaan klimmen. Ja. En ja, ik geloof er wel in dat er, dat er, dat het steeds eerder mogelijk is of makkelijker wordt. Of nou, makkelijker niet, maar meer beschikbaarder is voor mensen. om die keuze voor zichzelf te maken. voordat ze tegen de land lopen. En voordat ze die hele trial and error door moeten gaan. Ja. En, dat, en dat heeft er ook mee te maken dat ik wel geloof in een soort van. Evolutie van bewustzijn dat hoe meer mensen ja. die stap hebben gemaakt, hoe makkelijker het is voor, voor andere mensen om die stap ook te gaan. Ja, maken. ja, ja, interessant. Nee, wat, wat bedoel ik? Ben hard op het nadenken. Ik zeg, als ik dit gesprek twintig jaar geleden met jou had gehad, eh, en dan, dan zou ik misschien als kleine jongen denken: van ja, het is al wel leuk, lullen, Kasper. Maar dan <laughs> we zijn allemaal super koppig, weet je. Want ja. uiteindelijk wil je dan zelf ervaren. Uh, uh, of het daadwerkelijk zo is, hè? dat begint al, bijvoorbeeld, de definitie van succes in een business. Als je mij twintig jaar oud geleden had gevraagd van: pas, hoe ziet het voor jouw succes eruit? Ja, dan heb ik een groot bedrijf, heb ik honderd man in dienst, een rijke Porsche en allemaal dat soort dingen. Weet je? Ja. Dus dat hele abstracte manier van denken, natuurlijk. Maar dat is wat ik als kleine jongen, de definitie van succes had ervaren. En het patroon wat ik heel veel zie bij succesvolle mensen, die hebben dat vanaf jongen. En die streven een bepaald doel na. Die bereiken dat doel ook. Ja. Uh, vaak genieten ze er niet optimaal van. Ja, ik bedoel, uh, het is net als een bergbeklimmer, weet je, je bent gewoon. Dagen, misschien wel weken nodig, bezig met de top bereiken. Sta je op de top, kijk je even om je heen en dan loop je weer naar beneden. Ja. En zo is hetzelfde met die businesses bouwen, of wat, wat, wat je doel dan ook is. Dan ga je daar naartoe en dan kom je er eigenlijk dan op min of meer achter van: oké, okay, ik heb het doel bereikt, maar ja, het voelt toch anders dan dat het was. En dan zie je het patroon dat dan de succesvolle mensen en en, en uh, uh, ja, dan dat, dat zie je toch dat succesvolle mensen daarna vaak zien van oh, dit was het niet. Dan komen ze erachter. En dan gaan ze eigenlijk andere mensen uitleggen. Wat jij denk ik ook op een bepaalde maat doet van oké, okay, het draait daar helemaal niet om. Ja. En uh, er is veel meer dan dat. En je kan het al, je kan die innerlijke rust en, en alles al ervaren zonder dat het er is waar je naartoe wilt. Ja. Ik denk dat dat heel een hele grote essentie is van, van het Maar, hele maar het baan. is ook heel mooi, omdat dus om. om uh, om zelf je eigen leidensweg te bewandelen. Ja. Dat is gewoon mooi. Ja, dus ik zeker. vind het dat is levenskunst, weet je wel, ja, Juist. Ja, absoluut. want de meest inspirerende verhalen die ik heb gehoord, zijn dus van mensen die, die, ja, die dat hele pad in hebben bewandeld. En ja, tuurlijk, iemand had ze, had ze uh, iemand had jou twintig jaar geleden kunnen vertellen. Ja, dat is het pad niet. Maar dat had je nooit kunnen voelen of ervaren. Ja, echt op een diep niveau. Exact. Als je het niet had geleefd. Ja. Maar hij is wel, uh, Alan Watts, een belangrijke zen uh, teacher uit de jaren 60, 70, die zei: uh, uh, There's nothing you will find on a mountaintop that you didn't bring there. <laughs> hè, dus er is, ja, als je ja, dat ja. doel, als je bovenop die berg staat, alles wat je ervaart ja. in dat moment, dat, dat zit in jou. Dus dat zat al in jou, dus dat had je bij je. Je hmm. had alleen blijkbaar een bepaalde trigger nodig, een bepaald pad, een bepaalde set ervaringen om dat te ervaren. Ja. Maar wat je dan leert met elk ding wat je bereikt en met elke struggle die je doormaakt, hopelijk, hè, zoals je daar die mindset hebt, is om steeds beter te zien of steeds eerder te erkennen. Te herkennen van uh, oh, maar ja, dit zat ook in mij dus. Ja. Dus wat ik hier ervaar het ja. gevoel van succes, dat gevoel ja. van genot en van euforie, ja. er is niks wat dat bedrag op jouw bankrekening in jou installeert, waardoor je dat opeens kan voelen. Ja, het is ja, een ja. trigger voor iets ja. wat je in jezelf voelt. Ja. Ja. En um, hoe, hoe vaker je dat ervaart en ook een beetje de desillusie hebt van een doel, en denk je. De, hè, de desillusie ligt er, zit erin zitten erin. Want we hebben geleerd om te arriveren. Dat mm -hmm. is de belofte van, van de westerse maatschappij van hey, doe dit nou? Mm -hmm. En dan arriveer je op een punt en dan ben je er. Mm -hmm. En het succes wordt door heel veel mensen gezien als een, een staat van zijn waarin je dan bent. Mm -hmm. je, je hebt het gehaald en je blijft er. Gezondheid. Ik ga het bereiken en dan blijf ik er. Maar zo is het helemaal niet. Het is helemaal niet een, een, een staat waarin je arriveert. Mm -hmm. en succes en geluk ja. en gezondheid oh, ja. zijn dingen die je elke dag ja. moet doen. Ja. En het is, sterker nog, het is een, een proces uh, van het verliezen en het weer oppakken. He, de afvallen en weer opstaan. Yes. En, uh, als je eigenlijk kijkt naar alle, alle ascended masters of alle grote denkers, ook in het spirituele, die dan later in hun leven uh, uh, beschrijven wat voor proces het is, die zeggen niet van ja, ik had toen opeens dat moment van verlichting of mijn doel bereikt en toen uh, zweefde ik verlicht het universum in tot in de eeuwigheid. Nee, het is van ja, en de volgende dag vergat ik het weer. <laughs> yes, yes, yes. En uh, toen moest ik het, oh ja, dan ja. ontdek je het weer op een andere ja. manier. Nou, ja. dan, dan vergeet je het weer, dan ontdek je het weer op een andere manier. Ja, dat, is, ja, ja. dat vind ik prachtig, dat ja. is een beetje de dans ja. van het leven. Ja. Dat is een beetje het diëtenverhaal is dit. Dus de mensen, ja, we gaan nu gezond eten en dan vier maanden lang alleen maar goed eten. Ja. En daarna komen een hamburgertje, dan komen de frieten weer erbij ja. en de, 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 de pizza'tjes. Ja. En dat is juist waar ja, ja, het om gaat. Dat is het proces. Ja. Dat is het proces van zelfontdekking. Ja, ja, ja. En dat vind ik het mooie van alle dingen die je meemaakt. Of het nou, of het nou een succes is, of, of, of je hebt gefaald, of het is een struggle, of het is iets heel fijns. Het zijn allemaal momenten van zelfontdekking. Ja. Waarin je dus realiseert van, oh ja... Dit is voor mm -hmm. mij belangrijk en dat is niet voor mij belangrijk. Als ik dit doe voel ik me beter, als ik dat doe voel ik me slechter. Dus zolang je bezig bent met een, met een doelgeoriënteerd denken, dus dat je eigenlijk je hele realiteit is gebouwd op op een dag zal ik arriveren en dan mm. is het goed genoeg. Mm -hmm. En dan ben ik klaar en ja. dan is het oké. Okay. Ja. Ja, dan, dan zal je altijd, en dan heb je altijd die wortel aan die stok, waardoor je altijd in die desillusie terecht kan komen. Mm. Maar als je dus kan richten naar het proces: hé, hey, ik, ik ga wel naar die bergtop toe, maar onderweg naar die bergtop ga ik ontdekken wie ik ben. En wat ik belangrijk vind, ga ja. ik genieten van het uitzicht. Ja, Iets ja, 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 ja. leuks meemaken, weet je wel?